schepen Aniek de Ridder vandaag het koninginnenstuk? Ja, de start alleszins. Dus het is een fantastisch project. Ik heb 23 miljoen voorzien de komende jaren voor de heraanleg van Eel, de gedempte Zuiderdokken. En we gaan hier werk maken van een fantastisch park, hè, met sport, spel, heel veel groen, heel veel nieuwe bomen ook. En we hopen in 2024 het helemaal te hebben afgerond, maar tegen midden 2022 al het eerste gedeelte van het park te kunnen openen. Dus het wordt echt een fantastische zone. We gaan hier ook naast de plek voor sport en spel en heel veel nieuwe bomen ook plek maken voor heel veel groen. We gaan hier ook aan waterbuffering doen, wateropvang. Er wordt zelfs water gesaneerd, regenwater gereinigd om dan als drinkwater te gaan dienen. Dus heel veelbelovend voor deze buurt. Er is geen spade gebruikt, maar wel een kraan voor de eerste start. Ja, dat is altijd een beetje leuk. Niet Bob de Bouwer, maar Aniek de Bouwer. Is het fijn om ook zo eerste spadensteek of eerste beweging te doen met echt aan de slag gaan met de kasseien, weggraven, altijd leuk. Het werk zal in 3 fases gebeuren, dus toch nog veel werk aan de winkel de komende jaren. Ja, want nu hebben we werk gemaakt of starten met de heraanleg boven de parking Steendok. Maar dan komen ook nog Schippersdok en Kooldok aan de beurt. Dat zal de komende jaren gebeuren. Dit is nu de eerste zone. Die hopen we echt wel in de zomer van 2022 rond te hebben met het eerste park. De rest zal volgen door 2022, 2023, 2024 om dan alles afgerond te hebben. Heel belangrijk voor de Antwerpenaars. Er moet een nieuwe naam gezocht worden. Ja, en daarvoor wordt de komende weken zal er wel nog meer nieuws over komen. We lanceren een soort van wedstrijd. En we roepen de Antwerpenaren op om suggesties binnen te brengen. Om een nieuwe naam te kunnen lanceren voor deze zone. Want de gedempte Zuiderdokken, ja, dat spreekt niet echt tot de verbeelding. Dus we gaan op zoek naar een nieuwe naam.